Het is vandaag 20 september 2017. Mijn naam is Chris. Dit is natuurlijk het game nieuws. En we beginnen vandaag met Forza Motorsport 7. Want de demo is vanaf vandaag te downloaden op de Xbox One en op de PC. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik best wel hoge verwachtingen heb van deze game. Ziet er echt vet uit natuurlijk. Wordt die ook helemaal full 4K ondersteuning als de Xbox One X uitkomt natuurlijk. En ja, ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. De game overigens komt uit op 3 oktober. En ja, mocht je eventueel de Special Edition kopen, de Ultimate Edition, dan kan je al vanaf 29 september deze game gaan spelen. En er is een patch uit voor The Last of Us. Want je krijgt namelijk 4K ondersteuning, oftewel PlayStation 4 Pro ondersteuning. En dat is natuurlijk altijd perfect natuurlijk, hè? Een mooiere beeld. Patch 1.09 is dat voor The Last of Us en voor Left Behind is dat patch nummer 1.03. En de komende week komt er veel nieuws uit voor Call of Duty World War 2. De game komt natuurlijk uit op 3 november op de Xbox One, PlayStation 4 en op de PC. En nou is er in ieder geval afgelopen maandag een trailertje naar buiten gekomen van de singleplayer. Linkje daarnaartoe staat in ieder geval in de beschrijving. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar wat er allemaal voor details naar buiten komen. Ja, ik weet in ieder geval een beetje ook wat achtergrondverhalen en zo. Nog eventjes wachten en dan kunnen we de volgende Call of Duty eindelijk gaan spelen. Ja, en er was al wat gelekt hierover, maar het is nog zover. Final Fantasy 9 is vanaf nu beschikbaar in de PlayStation Store, op de PlayStation 4 natuurlijk. En ja, het is een heruitgave, zou ik het zo zeggen. De game kwam al jaren geleden uit en ja, ze zijn in ieder geval allemaal remakes aan het maken van die Final Fantasy serie. Op zich heel erg leuk natuurlijk, als je daar gewoon heel erg fan van bent, dan moet je het ook zeker kopen. Kost 16, ik weet niet of het dollar is of euro, maar 16 euro ga ik vanuit, 79. Als jij je PlayStation Plus hebt, heb je geen PlayStation Plus, dan betaal je 20,99 euro. Dit weekend kan je gratis Battlefield 1 spelen op je Xbox One. Ja, zijn er nog mensen die misschien twijfelen om deze game aan te schaffen? Nou ja, testen is natuurlijk altijd goed. Dan kun je in ieder geval gratis proberen. Ja toch, dat scheelt weer. Je kan de game spelen vanaf 22 september tot en met 24 september. De exacte tijden weet ik niet. Maar ja, dat ligt eraan volgens mij per regio Xbox. Het zal misschien wel om 12 uur 's middags zijn. Of misschien is het wel vanaf 's nachts 12 uur. Ik zou zeggen, hou gewoon even je Xbox Store in de gaten. Mocht je ondertussen denken van, hey, ik wil toch deze game hebben en je schaft hem digitaal aan, dan neem je direct je progressie mee. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Overwatch, want er is weer een nieuwe map uit Junkertown. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het ziet er best tof uit. Ik zet een trailertje ervan in de beschrijving en natuurlijk super tof dat nog steeds zoveel maps uitkomen voor deze game. Best wel stom, ik ga het gewoon lekker opnemen. Misschien is dat wel leuk om een keertje naar te kijken weer. Dit was in ieder geval weer het game nieuws van vandaag, jongens. Vergeet niet een like te geven op deze video. Hè? Steun je me mee, deze serie in ieder geval. En laat natuurlijk weer je laatste hypes over deze game nieuws achter. Hè? Ben je hype misschien wel voor Forza Motorsport 7? Of ben je hype voor de patch van The Last of Us? Of noem het wat anders. Final Fantasy 9. Denk je van, hey, ik ga die toch aanschaffen. Laat het achter bij de comments. Tot de volgende keer. Bye bye en later.